LiveQuality is ontstaan eigenlijk uit een bedrijf waar ik 18 jaar werkzaam ben geweest. En 10 jaar geleden is het bedrijf gestopt omdat men terug wilde naar de core business. Op dat moment heb ik gezegd van nou, ik zou graag met de productgroep doorgaan. En ik heb LiveQuality 10 jaar geleden opgestart. De kernactiviteiten van LiveQuality is het humaniseren en op ergonomische verantwoorde wijze producten aanpassen op wens van de klant. Zodat mensen zowel makkelijker, eenvoudiger als ook lichter kunnen werken. We hebben een aantal producten in ons programma zitten. De grote core business zijn de heftafels. Daarnaast hebben we vacuumapparatuur, kantelapparatuur en zwaarlastaanhangwagens. Naast de verkoop van normale standaard producten zijn we ook gespecialiseerd op het maatgericht aanleveren van producten. En daar wordt met name gekeken naar wat heeft de klant nou werkelijk nodig. Dat houdt in dat we dus ook heftafels aan kunnen passen met rollerbanen, draaiplateaus of zelfs luchtkussens voor te transporteren. Daarnaast hebben we ook dat we kijken naar de humanisering. Wij willen ook de ergonomische aspecten daarmee meenemen, zodat die ook verlaagd worden. Zodat je dus een win-win situatie krijgt, zowel voor de werkgever als voor de werknemer. Nou, we hebben hier een product ontwikkeld. Men had de vraag gesteld van Katoenatie of het mogelijk was om velgen op te nemen en op een dusdoenwaardige wijze te verplaatsen, zodat ik geen beschadiging aan de velgen zou kunnen krijgen. Nou, dat hebben we gevonden in een balansarm met een groter rijkgeweid. Dat werkt met een rails, met een dwarstraverse. En daaronder hebben we een constructie verzonnen met luchtballen die in de velg ingrijpen, zodat ik geen beschadiging van de velgen opneem en dat ik ze toch op een makkelijke manier en snel kan verplaatsen. In dit geval heeft dat uitgepakt dat men veel sneller werkt, maar ook een ander punt is dat men vooral ook men geen rugklachten meer heeft. Wij hebben een goede serviceorganisatie achter ons staan, zodat onze monteurs, indien noodzakelijk, binnen 24 uur bij de klant is en in 90% van de gevallen de problemen ook ter plaatse op kan lossen.